Iedere week duikt Voetbal International het archief in op Throwback Thursday. Deze week gaan we terug naar VI nummer 2 uit 2015. Zakaria Labiat is na een tegenvallende start bij Sporting Portugal een jaar verhuurd aan Vitesse. In Arnhem maakt de vleugelspeler weer minuten, iets wat hij miste in Portugal. Labiat heeft in Nederland de stempel probleemgeval gekregen, nadat hij bij PSV door een conflict over het verlengen van zijn contract via de achterdeur vertrekt. Labiat ziet Vitesse als kans om zich weer te laten zien in Nederland. Ik begreep ook wel dat het hard was aangekomen. Een jongen uit de eigen jeugd die zomaar wegging. Ik was er opgegroeid, opgevoed. Het was niet de leukste manier om te vertrekken. PSV blijft voor mij de mooiste club van Nederland, vertelt de aanvaller over zijn vertrek uit Eindhoven. In Lissabon kan Labiat in zijn eerste seizoen rekenen op genoeg speelminuten. Een jaar later is echter het geld op en moet hij zich melden bij de belofte. Uiteindelijk verhuurt Sporting Portugal hem aan Vitesse. Iets wat niet als een stap terug voelt. Ik koos op dat moment voor mijn familie in Nederland. Dat was me meer waard. Je moet weten dat ik een jongen met een sterk eergevoel ben. Als een terugkeer naar Nederland zou worden uitgelegd als falen, was ik nooit teruggekomen. Ik zal nooit iemand het gevoel geven dat ik onzeker ben of gefaald heb. Nooit van mijn leven. Samen met jeugdvriend Memphis Depay deelt Labiat een droom, de Champions League halen. Memphis is als een broer. Ik ken de jongen al vanaf zijn 10e. We waren twee kleine jongetjes die dagelijks samen met de trein terug naar huis gingen. Van Eindhoven naar Utrecht. In die tijd ontwikkelden we een gemeenschappelijke droom. Allebei bij een topclub spelen en dan tegen elkaar uitkomen in de Champions League. Die droom hebben we nog steeds. Die droom kan wellicht komend seizoen verwezenlijkt worden. Labiat tekent deze week een contract bij Ajax dat aan de voorronde van de Champions League deelneemt. En het Olympique Lyon van Depay staat nog met één speelronde te gaan, ook op kwalificatie voor de voorronde van het miljoenenbal.